Zoals jullie misschien gemerkt hebben op Gamersnet, was ik de afgelopen week in New York. En natuurlijk kom ik nooit met lege handen terug. Dus ik heb de League of Legends Collections box meegenomen. Alleen te verkrijgen at GameStop in Amerika. In Europa is die niet te krijgen. En we gaan hem met jullie openmaken. Dus Peter, ben je er klaar voor? Dit is natuurlijk jouw favoriete game. Hij zit vol met de tranen van zout van de tranen van je tegenstanders. Nee, we gaan even kijken. Ik ben eigenlijk nooit een fan van die poppen. Hoe heet ze? Funko poppen. Maar ja, League of Legends moet het natuurlijk even hebben. Vooral een Collector's Edition. Zodra er exclusive op staat, dan word ik een beetje... Nou, iets met een tent. In ieder geval, laten we hem open gaan maken. Kijk eens aan. Oh, dit is gaaf, jongens. Oké, kijk. Even kijken wat erin zit, hoor. Wat is dit dan? Alles openmaken. Heb ik al verteld dat ik echt waardeloos ben in verpakkingen? Waarschijnlijk wel. Iedere unboxing. Oh, dat valt nog mee. Oeh, jongens, is het helemaal. Een zakje drugs meegenomen in de douane. Niemand zeggen. Even kijken. Nice. Dit is een Lucian poppetje. Het zit er sowieso bij. Ik heb nog nooit ergens anders gezien. Weet je wat? Ik ga eerst even de andere dingen ook allemaal eruit halen. We hebben een trash sleutelhanger. Super vet. Deze is wel tof. Daarnaast een... Oh, kijk eens aan. Dit is gaaf. Dit zijn de Porro's. Je hebt King Porro, je hebt Shadow Isle Porro, Project Porro. Dit is wel gaaf, jongens. Deze dingen zijn gaaf. Die wil ik even openmaken. Even kijken hoe ze aanvoelen. Ze zitten gewoon... Ze zitten weer rare. Oh, daar gaat er al eentje. Ja. Maakt niet uit, ben niks waard. Ze zien er echt tof uit. Deze zijn wel gaaf, joh. Hij lijkt op die guy van Kirby. Ja, op zich. Het zijn op zich wel, ja. Ik snap wat je bedoelt. Okay. Ze zijn wel gaaf, jongens. Oh. En natuurlijk de... Even kijken. De Amumu Funko Pop. Hij was alleen maar op zoek naar vrienden, vandaar het traantje. Hij kan geen vrienden krijgen. Het is een heel zielig verhaal. Ja, het is eigenlijk alles wat ik had verwacht en meer in deze box. Ik vind hem echt heel erg gaaf. Ik ben zo blij dat ik hem heb gekocht. Hij is natuurlijk niet in Europa te verkrijgen. Dat is redelijk exclusief. Ik durf wel met zekerheid te zeggen dat ik nou de enige ben in Europa die hem heeft. Wil je hem zelf ook hebben? Wat zit jou nee te schudden? Echt wel. Als je hem zelf ook wil hebben, 30.000 euro in een koffer achterlaten bij Gamersnet. Ongemarkeerde briefjes. Dan stuur ik hem naar je thuis toe. Helemaal nieuw in plastic zit hij dan nog. Deze is wel gaaf hoor. Deze komt naast mijn gamersnet pin op de tas. Even kijken, wat hebben we nog meer? Oh, die pop. Dat wordt dus mijn eerste Funko pop. Zou het begin worden van een verzameling, Peter? Ik denk het haast wel. Maar hij heeft geen bobblehead, nee. Maar hij is wel grappig. Amumu is de mummy die eigenlijk, hij kan geen vrienden maken, daarom heeft hij altijd een traantje. In zijn in-game taglines en ook, oh, why nobody wants to befriend me? Hij is wel zielig. Oh, hij kan wel draaien. Misschien kunnen we hem heel zielig laten dansen. Nou ja, dit is dus alles wat er in die box zit. Fucking vet.